Op vraag van de Turnhoutse gevangenis begon de bibliotheek zo'n 10 jaar geleden met het organiseren van een bibliotheeksysteem binnen de gevangenismuren. Het project breidde zich al snel uit naar de strafinrichtingen in Wortel, Merksplas en Hoogstraten. De allereerste begin was puur uit de eigen wisselcollecties die we hier hebben in de bibliotheek van Turnhout. Leveren aan de gevangenisbibliotheken op de verschillende plekken. Maar ja, ondertussen zijn we een stadium verder en zijn we nu aankopen begonnen te doen voor de bibliotheken van de gevangenissen specifiek. Boeken die ze nodig hebben, boeken die ze vragen, die zetten wij op lijsten en we proberen die dan in de toekomst aan te kopen en in de catalogus van de bibliotheek van Turnhout te verwerken en verder te leveren aan de verschillende gevangenisbibliotheken. Emiel haalt in het magazijn een selectie boeken op die naar de strafinrichting in Wortel moeten. De gedetineerden mogen op voorhand zelf doorgeven welke boeken ze graag willen lezen. In doorsnee vragen zij hetzelfde, hetgeen het normale publiek van de bibliotheek van Turnhout vraagt. Natuurlijk, gespecificeerd naar het feit dat het allemaal mannen zijn in de 4 gevangenissen. En ook natuurlijk dat ze een aantal specifieke problemen hebben die specifieke lectuur vragen. Gerechtsliteratuur bijvoorbeeld. Is een boeiend voorbeeld, maar ook heel veel godsdienstige literatuur, religieuze literatuur, Korans en natuurlijk ook alles wat betreft woordenboeken. De bedoeling is zeker vast minimaal 1 maal per jaar de hele gevangenisbibliotheek te ruilen. Dat betekent dat we echt de oude wissel, oude tussen aanhalingstekens, wissel terugnemen en hem vervangen door een nieuwe wissel op hetzelfde moment. Dat is eigenlijk de ruil die we doen. 1 maal per jaar zou dat moeten kunnen gebeuren. Misdaad, dokters enzovoort. Oké. Okay. Alles goed? Ja, ja. Albeer? Miel? Ik heb wat boeken bij voor jullie. Oh. Ja, met die uitladen. Dat is fantastisch. Gedetineerde Erik houdt de bibliotheek open op woensdagavond en donderdagmorgen. De rest van de week staat hij in voor de administratie. De gedetineerde moet elk bibliotheekbezoek op voorhand aanvragen. Die schrijft een rapportbriefje naar de bibliotheek. En dat wil komen, dan schrijven wij die zetten wij die in de computer. En dan de volgende keer dat bibliotheek is, die is alle weken bibliotheek, dan mag die komen, mag die hem aanbieden. En dan krijgt hij een kaart met zijn rolnummer op. En zo kan hem boeken uitlenen. En ze mogen de boeken maximaal 14 dagen houden. Ze kunnen wel verlengen, maar dan moeten ze wel naar de bibliotheek komen. Het bibliotheeksysteem hier in de strafinrichting van Wortel en die van Hoogstraten lijkt dus sterk op de werking van een gewone bieb. En dat is niet vanzelfsprekend. Vroeger werden de boeken op bestelling in een catalogus gekozen door de mensen en die worden dan ter plaatse geleverd, terwijl dat ze nu de mensen de andere beweging doen, dus in groep met een man of 10 onder begeleiding naar hier kunnen komen en hier ter plaatse zelf een keuze kunnen maken uit de schappen en de voorkeurlectuur meenemen. Er zijn dus verschillende partijen betrokken bij het project. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, het ministerie van Justitie, de stad Turnhout en de provincie. En uit dit samenwerkingsakkoord is eigenlijk het bibliotheekproject ontstaan. Dus alle diensten, alle geledingen werken hier samen. De gedetineerden krijgen in de gevangenisbibliotheek hulp van vrijwilligers van buitenaf. Albert is één van de in totaal 50 vrijwilligers die in de 4 strafinrichtingen ingezet worden. Wij zijn opgeleid in Turnhout in de Warande. Dat noemen ze de WIMS, de wandelende informatiemedewerkers. Dus als iemand vraagt een boek over auteur, ik weet niet wie, dan kunnen wij dat gaan opzoeken en ervoor zorgen dat dat aangekocht wordt als het er niet is, of gebracht wordt of van een andere wisselbibliotheek kan komen. In de gevangenissen van Turnhout en Merksplas moet de bibliotheekruimte nog op punt gesteld worden. De populariteit van de gevangenisbibliotheek van Wortel bewijst alvast het nut van het project. Ongeveer 1/3 van de 191 gedetineerden hier leest regelmatig een boek en de bib heeft nog meer potentieel.
Ik hoop dat het project nog kan uitgebreid worden, dat we bijvoorbeeld online de catalogus van de bibliotheek in Turnhout zouden kunnen raadplegen. Dat we bijvoorbeeld de bibliotheek zouden kunnen uitbouwen tot documentatie- en informatiecentrum voor gedetineerden, waar ze beroep zouden kunnen opdoen voor de voorbereiding van een reclassering. Bijvoorbeeld het raadplegen van de VDAB-site, de sociale kaart raadplegen enzovoort. Er zijn nog heel wat mogelijkheden in de toekomst, denk ik. Voor mij is dat een heel plezante job. Ik ben de hele dag uit mijn cel, ben bezig en de tijd van detentie gaat veel vlugger voorbij.